Een mooi voorbeeld is nu Brabant, hè, waar ze aan het onderhandelen zijn. Waar de VVD graag wil dat die vloeren in die stallen dat die dicht worden, zodat die gasten niet kunnen ontsnappen. En de BBB zegt: Nou, dat moeten we niet meteen doen. Laat die, die vloer lekker liggen. En nou, ik begrijp sowieso dat de meeste van die maatregelen, hè, ook dat wassen en zo, dat dat eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel oplevert. Hmm. Maar daar maar zie ik, heb, je... daar, ik heb daar geen verstand van. Maar hier zie je dus dat er een compromis gesloten moet worden. Want BBB is ook in Brabant de grootste. VVD daarna is wel nodig voor de meerderheid. Hij moet het wel eens worden. Ja, zo is het. Nou ja, goed, ze kunnen ook helemaal en Ik over... neem aan dat de VVD in Brabant niet alles weg wil geven. Die zullen misschien een stap verder willen gaan dan het kabinet. Maar ja, daar zit ook nog een kabinet. Nu is ineens de algemene opvatting dat het er niet lang zal zitten. Daar weet ik nog niet zo net, eerlijk gezegd. Je zou wel gek zijn als je nu Tweede Kamerverkiezingen zou beginnen. Zou ik denken bij mezelf. Ja, maar ja, D66 heeft wel heel duidelijk gezegd 2030, te nou houden we aan het nee, Zo goed als alle anderen zal ook D66 bepaalde concessies moeten doen. Maar ze denken natuurlijk ook al aan de volgende verkiezing. Als ze dat nu doen, worden ze dan valikant afgerekend daarop. Ik heb geen flauw idee. Want de stemmers op D66 zijn het hiermee eens. Die zeggen 2030, zo, liefst nog eerder. Er zijn ook milieupartijen nee, die ja, zijn... nee, Dat lijkt mij dan weer heel onverstandig om je daarop vast te leggen. Ja, iedereen voelt dan zijn waard dat het naar 2032 is of 2035... Of 2029, dat doet er allemaal niet veel toe. Het is een probleem wat opgelost moet worden. Waarvoor we weten trouwens vrij redelijk hoe we het moeten oplossen. Hmm. NAC had een heel, een heel onderzoek van, van uh, supervervuilers in, in, aan, de, aan de randen van Natura 2000 gebieden. Nou, daar word je niet vrolijk van. De meeste van die waren helemaal niet van plan om zich uit te laten kopen. Uh, Rijst aan de horizon, nu toch weer. Het, het, de euveldaad van de gedwongen uitkoop. Maar je haalt de angel er eigenlijk dus een beetje uit door te zeggen. Nou, D66 ziet zo meteen ook wel in dat of het nou 2030 of 31 is, als het er maar komt. Kijk, waar we nu aan bezig zijn, is de fase van het. Uh, de verkenners zijn bezig in het land. We zijn nu bezig aan, aan het formuleren van waar, onze, waar het, het compromis ligt. Dus dan ga je niet meteen. Als D6 zeggen, ja, kan ons eigenlijk ook een bal schelen wanneer het is. Nee, die willen natuurlijk de huid van de beren duur verkopen. Dat begrijp je wel. Maar ik neem aan dat het zal een compromis moeten worden gevonden. Je hebt ook die zeggen, Ja, waarom hebben we het eigenlijk in Nederland altijd over stikstof? We hebben de rest van Europa hebben helemaal niet over stikstof. Nee, dat klopt. Wij zijn namelijk een piepklein land wat de tweede voedselexporteur ter wereld is. Misschien is daar, bestaat daar een relatie. Nou. En iedereen weet, ja dat is ook waar, dat het beleid van de overheid ter zake natuurlijk eh, een rommeltje is. Onzeker, vaag. Ja, dat is heel ongelukkig. En er is een link maar met dat de... sluit aan bij een ander probleem, namelijk het ontzettend slordige beheer van Nederland door onze eigen overheid in de afgelopen twee decennia. En er is niks met het bouwen, hè? want dat uh, kan nu niet gebouwd worden. Nee, door... ja, dan moeten we wat inzetten en een miljoen huizen gaan bouwen. Dus het hangt eigenlijk wel met veel facetten hangt het samen? Ja, het, het, laten we zeggen, het hangt met één zeer dominant facet samen, namelijk dat Nederland een piepklein land is, waar, als alles gaat zoals het voorspeld is, ik meen dit jaar of volgend jaar, 18 miljoen mensen wonen. Je kunt ook zeggen: God, in België hebben ze allerlei problemen niet. Nee, dat klopt. België heeft zijn bevolking niet verdubbeld in de afgelopen 70 jaar. Dat hebben wij wel gedaan. Je hoort al op Twitter. Weet u hoe dat komt, meneer Van Rossum? Eh, ze staan aan de grenzen te trappelen. Dat zijn allemaal broodrovers. Nee, dit werkt. Nee, dat hebben we vooral te danken aan een uniek hoog geboortecijfer tussen 1946 en 1966. Is dat zo? Jazeker. Wij waren volstrekt unieke demografische uitzondering. Ja, dat heb je al eerder verteld. Maar er komen natuurlijk ook best wel veel mensen hier. Tuurlijk, lopen. er zijn ook immigranten. Zonder meer. Nou ja, kijk, als Europa het zou moeten hebben in de komende halve eeuw. Van zijn, van zijn eigen bevolking. die krimpt in een vrij hoog tempo. Ja, en dan geldt het dus ook voor Nederland. Dus dan komt het If, toch ook In Oost-Europa is het nog helemaal beangstigend hoe snel het daar Wij Waar ze altijd net doen alsof ze niks voor het in. Uh, daar werken dan die Oekraïners, die gaan allemaal in Oost-Europa werken. En het schuift steeds een land op, hè? He, precies. Het is een soort schuifsysteem. Ja, ja. De Polen komen hier naartoe, ja. In Polen, een land niet waar, waar de voortplanting miserabel klein is, komen dan dus mensen uit, uh, vanuit het oosten om daar die, die werkplaatsen over te nemen. Dus er moet uiteindelijk een land zijn, of landen, waar, waar mensen massaal wegtrekken, wat leeg achterblijft. Ja, dat klopt. Oekraïne is zo'n land. Rusland is zo'n land. Ja, goed, er spelen andere omstandigheden natuurlijk nu. Die spelen mee, maar de, de Oekraïne was al voor dit drama. Was Oekraïne een land wat waar het demografisch echt vrij dramatisch slecht ging. Ja. Er is niks nieuws onder de zon op dat punt. Ja, dan... Vrijwel alle Oost-Europese landen hebben te maken met negatieve bevolkingsgroei. Ja, maar dan klopt jouw stelling toch niet hier in Nederland dat het komt door de eigen bevolking? De immigranten uh, spelen toch een grote rol De eerste dan. versnelling van dit proces, nogmaals, we hadden in 1945 9 miljoen inwoners. We gaan nu naar de 18 miljoen. We hebben tussen 1946 en de late jaren 60, daarna houdt het ook grotendeels op, hebben wij ons voortgeplant... Nou ja, laat ik het voor de aardigheid maar zeggen, Hans de Konijnen. Ja, tot verbazing van velen. Mensen begrepen het, Ierland en de Verenigde Staten hebben ook een, een babyboom gehad. Maar bij ons was het wel vrij indrukwekkend, ja. Maar wat zou dan jouw oproep zijn? Grenzen dicht dus niet. Maar wil je dan net als in China een een-kind-politiek. Grenzen dicht en muren bouwen. Hè, dat is nu ook weer veel kwestie van muren bouwen. Dat werkt dus niet. Vooral omdat ja, je kunt altijd naar een land toe, als je dat per se wil, dan kun je er altijd naartoe. Ja, zijn er zijn natuurlijk in de loop der jaren. Ze is overal geprobeerd om, om onwenselijke immigratie te stoppen. En altijd blijkt dat dat eigenlijk een vrij ondoenlijke zaak is. En dat immigratie vooral gerelateerd is aan. natuurlijk om, uh, ellendige situaties in het omringende gebied. A. en B. aan de economische conjunctuur. Als je kijkt naar immigratie in Nederland. Laten we zeggen, in de, in de, de, de ruim tweede decennia van de Nieuwe Eeuw, dan zie je ook dat het een beetje een golfbeweging is, gaat het heel slecht. In West-Europa dan houdt ook die, die immigratie houdt op, soms wordt die zelfs negatief. En zodra natuurlijk de conjunctuur aantrekt, is het weer omgekeerd. Mm. Je... Dichte dicht grenzen of zo, dat, dat is een illusie waar je vanaf moet stappen. Maar wat werkt dan wel? Nou, wat werkt is dat je georganiseerd de immigratiebeleid hebt, dat je criteria hebt, dat je, dat, je de, dat je weet wat er aan de gang is, in plaats dat je dus een soort van totale chaos met, met alle eh, onaangename geweldsaspecten daarvan laat ontstaan. Dat maar dat grenzen. Toch? Die regels zijn er toch? Nee, maar die werken dus helemaal niet. Dat we zeggen, ja, wij denken allemaal aan Fijn, ze komen allemaal in Italië aan, laten die stomme kloot-Italianen het mooi oplossen, en hebben wij er geen last van. Nee. Waarom is, is Rutte natuurlijk naar Italië afgereisd om met mevrouw Meloni te spreken, om dit soort van redenen. En die Grieken die hebben ook alle reden om te klagen, dat is toch zo? Het is een beetje: hè, als je maar niet kijkt, als je maar naar de andere kant op kijkt, dan is het er niet. Het idee dat je West-Europa op een of andere manier zou kunnen afsluiten met muren of zo. Nee, dat, dat, dat zit er niet in. Nee. Of je moet bereid zijn tot moord op grote schaal. Dat zou misschien iets anders zijn.